gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. Nou, hier is hij dan, Hilbrand. Hilbrand, een internationaal adoptie-expert, hoofdopleider van de adoptie- en fostercoach van de AFC-opleiding. En hij is een specialist in systemisch traumawerk. En hij is nog veel meer, maar dat gaat hij waarschijnlijk ook zelf wel along the way uitleggen. Hilbrand is ook geadopteerd. Vandaar dat we hier natuurlijk ook allemaal zijn. We hebben bepaalde interesse naar interlandelijke adoptie. Of we zijn wel zelf geadopteerd, of we hebben interesse in decoloniaal denken, of we kennen iemand die geadopteerd is. Kortom, dat is ons gemeenschappelijke delen van vandaag. Waarom wij dit willen combineren, of in ieder geval willen positioneren binnen het kolonialisme, is eigenlijk omdat ik denk dat wij dat heel vaak nog niet hebben gedaan. Ik denk eerlijk gezegd dat het een perspectief is die ik ook nog niet zo vaak heb gezien. Een adoptie daarin wat verder. Maar het kolonialisme, de overblijfselen van het kolonialisme, dat kennen wij natuurlijk met Zwarte Piet. We kennen natuurlijk racisme vanuit de wetenschap van way back. Hoe Locke, hoe I don't know wie allemaal, grote denkers, grote filosofische denkers. Die hadden hele mooie ideeën en iedereen liep met ze weg omdat ze grote filosofen waren. Maar ze waren destijds ook heel racistisch. Ze hadden destijds ook bepaalde ideeën over het menselijk ras en over wie nou minder was en wie meer. Over het eurocentrisch principe. Over alle ideologen die heel interessant zijn om die eens te linken aan interlandelijke adoptie. Want ik stelde me ook de vraag, hoe werkt dit dan uit op adoptie? Is dit een maatschappelijk fenomeen dat we ook daadwerkelijk kunnen zien vanuit een decoloniaal denken? Ik zag dit beeld van die vrouw en ik vond hem heel erg pakkend. Er is daar een documentaire over. Ik heb hem zelf nog niet durven kijken. Maar ik denk dat het ook heel interessant is om ons en elkaar op de hoogte te blijven van wat er nu allemaal speelt. Maar dan is het ook de vraag, want dat merk ik ook. Want toevallig vandaag zag ik ergens een quote van iemand op Facebook. En die zei, iedereen reageert altijd op mijn persoonlijke verhalen. Maar niemand reageert op het feit als ik iets post over adoptie. En dit, terwijl het zo'n groot deel van mijn leven is. Het heeft zo'n veel impact op wie ik ben. En toen dacht ik, jij hebt nu precies te pakken waar het eigenlijk om draait. Want adoptie, is dat nou iets van onszelf als individu? Is het iets van de gemeenschap? Is het iets van ons als community? En hoe kunnen we nou die link leggen, die brug slaan naar andere groepen die ook bezig zijn met de naslepen, met de gevolgen van kolonialisme? We hebben het zo ingedeeld. We willen er gewoon een heel leuk en prettig gesprek van maken. Maar we moesten natuurlijk wel kiezen in topics. Van ja, we kunnen het over alles hebben. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om onszelf een klein beetje te helpen met wat voorbereiding. Dus het eerste blok, dat gaat echt over het saviorisme, dus het white savior complex. Dat is neocolonialisme. Dus ik had een mooi gesprek met Hilbrand en Hilbrand gaat ons meenemen. Maar ik denk, ik laat het je wel even zien hoe hij dat voor zichzelf ook aan mij doorgaf. Adoptie zien als een koloniale kwestie met ontlichaming, met het verlies van soevereiniteit tot gevolg. Daarnaast natuurlijk ook
het verlies van je eigenaarschap, van je zelfbeschikking. Dit leidt uiteindelijk tot een koloniaal. Je bent natuurlijk verplaatst 1000 kilometers verderop. Met alle gevolgen van dien, een koloniaal lichaam. Want wat heeft dit tot gevolg gehad op de westerse adoptiediscours? Blok 2 gaan we dan de verdieping in doen. Dan gaan we het hebben over de ontzieling van het lichaam. Dus er is een claim gedaan op een kind. Er is een claim gedaan op een lichaam. Ik ben meegenomen vanuit Chili. Jij bent meegenomen vanuit Colombia of vanuit Zuid-Korea. Of van waar je dan ook vandaan komt. Hoe kunnen we hier diep op ingaan op de identiteitsontwikkeling vanuit een decoloniaal perspectief? En hoe kunnen we ineens het woord nazorg gebruiken? En dat vind ik zelf altijd heel vreemd, want nazorg, we zijn toch gered? Wij hebben toch helemaal geen nazorg nodig, want hier is het toch beter? Dus dat vind ik altijd zo het meest frappante van dat wij nu zo focussen op het woord nazorg. Hilbrand gaat hier ook een mooie lezing geven hierover, hoe hij hierover denkt. Dan hebben we even pauze. Na de pauze gaan we verder met blok 3. En dat zijn ook de vormen van reparatie in relatie tot adoptie. Er is nu best wel nu een tendens gaande dat heel veel mensen, landen, of ik bedoel personen die te maken hebben gehad met grote mensenrechten schendingen, die zijn bezig met reparatie. Die zijn bezig met compensatie, met allerlei vormen van reparatie. En ik heb ze gewoon naastgelegd naast adoptie. Dus ik heb ook heel wat gevraagd, hoe zie jij dat? Kunnen wij wel deze vormen van reparatie die binnen het UN-verdrag staan, kunnen wij die leggen naast adoptie? En hoe gaat het voor ons uitpakken? Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat wij een bepaalde manier van herstel kunnen vinden, van rehabilitatie? Is dat toepasbaar? Nou, dat is een hele open vraag. En ik ben heel blij dat Hilbrand hier zich over heeft gebogen. En dan kunnen we daar op diep op ingaan. En na deze drie blokken, dan gaan we met elkaar in dialoog. Dan mogen jullie alles vragen. Jullie mogen ook alles bedenken van wat het met je doet. We hebben hier te maken met een opname. Dus als je het gevoel hebt, ik wil die vraag stellen, maar niet zo in het openbaar, dan kan je dat ook in de chat doen. Max, zwijg even. Max is onze technische ondersteuning. Die gaat alle vragen opvangen. En dan kunnen we denk ik van start gaan. Hilbrand, ja. We gaan van start. Okay. Met de eerste blok. En het eerste blok, daar heb ik al een klein beetje inleiding gedaan over. Saviorisme is neocolonialisme. Dus we hadden natuurlijk over een aantal vragen wat we hierover kunnen stellen. Over een aantal focuspunten wat we kunnen nemen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over de positieve opvattingen die er heel lang heeft gespeeld, heeft geheerst binnen onze samenleving over adoptie. Het idee dat je goed doet. Het idee dat je iets daadwerkelijk bijdraagt. Het idee dat je een kind redt. Het idee dat wij beter kunnen zorgen in het Westen voor kinderen. Hoe kunnen wij deze opvattingen decoloniseren? En herken je überhaupt die opvattingen als inderdaad een soort gevolg van het kolonialisme? Wauw, dat is een hele lange zin met heel veel verschillende onderwerpen. Dus laten we beginnen met één punt. Welke zullen we oppakken? Die van kolonialisme? Ja. Ja? Waarom is dit onderwerp echt belangrijk voor het domein van interlandelijke adoptie? Ik bedoel eigenlijk ook specifiek met interlandelijke adoptie, omdat we ook te maken hebben met verplaatsing van mensen. Hè? Het is jarenlang eigenlijk een groot taboe-onderwerp geweest in het Westen om te praten over interlandelijke adoptie als een fenomeen, als een nasleep van kolonialisme, ofwel neocolonialisme. En de connotatie lag natuurlijk heel erg over het feit dat kolonialisme gaat eigenlijk over overheersing. En ook eigenlijk over een systeem van overheersing. Terwijl natuurlijk als het gaat over saviorisme, zou er in zekere zin geen sprake moeten zijn van overheersing, want immers je redt mensen. In dit geval het context van het redden van kinderen. Dus het idee dat we zeg maar saviorisme, zoals we dat in antropologie, sociologie, en vooral in de genderwetenschappen op dit laatste decennia veel hebben gebezigd, is nooit in verband gebracht met interlandelijke adoptie. Omdat het feit dat er een systeem van overheersing zou zijn, ja, het was eigenlijk een onderwerp wat niet bespreken was in het domein van interlandelijke adoptie.
Want er is sprake van vrijwilligheid, maar is dat wel waar? Met andere woorden, de vraag die je gesteld zou kunnen krijgen, is de sprake van vrijwilligheid. Met andere woorden, allereerst vrijwilligheid van afstand, maar ook vrijwilligheid van het geadopteerd zijn, is er sprake van een vrije keuze. Dus daar maakt het, zeg maar, het onderwerp verbintenis tussen saviorisme en kolonisme heel moeilijk. Maar wat we zo langzamerhand wel kunnen zien, is dat er in zekere zin wel een connotatie en een link valt te leggen tussen het kolonialisme en interlandelijke adoptie. En die ligt vooral op drie onderdelen. Eén heeft het met name te maken met de ideologie. Er is een ideologie die postgevat heeft in het kader van het adopteren van kinderen. Vooral, zeg maar, niet verwante kinderen. Dus kinderen van niet etnische achtergronden. Hè. Dus een wit ouder die, zeg maar, een kind uit Biafra adopteert, om een voorbeeld te noemen. Dus er is sprake van, zeg maar, een bevreemdend effect, zowel voor de adoptieouders in de raciale zin als wel voor het raciale kind. Maar ja, dat werd dan van lief genomen als een realiteit. En dat was eigenlijk helemaal nooit te sprake als een discussiepunt. Dus dat is punt 1, over de ideologie van adoptie. Het tweede punt is dat er een indirecte vorm van uitbuiting zou zijn in het kader van adoptie. Dus daarmee raak je het onderwerp neocolonialisme. Want in neocolonialisme is eigenlijk dat het directe uitbuiting verschoven is naar een indirecte vorm. Bijvoorbeeld wat China nu momenteel aan het doen is in Afrikaanse gebiedsdelen. Als ze hele gebieden overnemen en de economie aan het vereconomiseren zijn. Nou, dat is een vorm van modern neocolonialisme, zou je zo kunnen zeggen. Maar het is natuurlijk ook een klassieke vorm van kolonialisme. En dat gaat over overheersing. Een systeem van overheersing waar een soort excessief recht bestaat. Waarin de ene partij zegt, ik heb recht om jou te overheersen. En ik heb ook recht om daarmee jouw soevereiniteit, met andere woorden jouw zelfbeschikking, te beknotten of in te perken of jou te ontnemen. Nou, die mechanismen zie je onder andere terug in, zeg maar, interlandelijke adoptie. Want er is eigenlijk, als je nauwlettend, zeg maar, onderzoek doet naar de mechanismen van interlandelijke adoptie, is er maar heel weinig tot geen sprake van vrijwilligheid. En als die vrijwilligheid al bestaat, is die eigenlijk geboren uit noodzaak. Dus met andere woorden, als je de ouders van afstand, zeg maar, vrijwillig de kans had gegeven om een sociaal-economische opvang te krijgen en daarin ondersteund te worden door de rijke overheid en de familiaire en sociale omgeving, is de vraag nog maar of de afstand die ouders van oorsprong hebben gedaan, of dat op zo'n massale wijze zal hebben plaatsgevonden zoals we dat afgelopen 50 jaar, met name de laatste 50 jaar, heeft plaatsgevonden. Dus dat is eigenlijk punt 2, alleen neocolonialisme indirecte vorm van uitbuiten. En punt 3 gaat dan eigenlijk over het mechanisme van kolonialisme. Dat gaat dus over overheersing, of een systeem van overheersing met name. Over een heerschappij, dat je zeggenschap hebt over anderen. En dat je ook vindt, dat is dus die excessieve ideologische ondertoon, dat je ook vindt dat je een excessief recht hebt om, zeg maar, de ander of de bevolkingsgroep, zeg maar, hun soevereiniteit te ontnemen. Dus dat gaat over het ontnemen zelfbeschikkingsrecht. En daar zie je natuurlijk, als je goed oplet, de verbintenissen met interlandelijke adoptie en met name de internationale mechanismen die een rol spelen in interlandelijke adoptie. Nou, daar wil ik het eigenlijk mee openen als het gaat over saviorisme en kolonialisme, Satayo, of wel Sabine. Ik had nog een vraag. Dankjewel, ja. In ieder geval van die drie mooie punten. Als allereerst vond ik het heel mooi, want bij het tweede punt dacht ik ook van ja, wat je zei ook, hè, van soevereiniteit. Wij leggen dat vaak neer van steeds voor we moeten invallen in Irak, want daar is een oorlog. Dus op basis van onze ideologie gaan wij daar de soevereiniteit van Irak gaan wij negeren. Maar hier heb je te maken met binnen dus achter de deuren van families, achter de deuren van gezinnen. Wij hebben het recht om jouw soevereiniteit te ontnemen, omdat wij denken dat jij niet voor het kind kan zorgen. Dat is dus heel vaak in die zin gebeurd. Maar als we dat nu doortrekken, na bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk al veelvuldig gehoord, niet alleen dit jaar, maar ik denk dat er echt wel krantenknipsels waren uit de jaren 70. We hebben de Zembla natuurlijk documentaires gehad. We hebben zoveel al gezien rondom die misstanden. Hoe kan het zo zijn dat die misstanden dan nog steeds zo aanwezig waren en niemand deed iets? Er was non-interventie, want die opvattingen, en dan ga je naar het eerste punt over de ideologie dat wij moeten redden, die waren zo dusdanig hoog. Hoe kan je dat verklaren? Nou, de verklaring is eigenlijk twee of drieledig. De verklaring is allereerst, zeg maar, dat adoptie met name een deelvorm heeft gekregen vanuit het Westen. Hè. Dus
gaat er ook over in die zin, in zekere zin, verplaatsen van ideologie met een neocoloniaal tintje, dat je op indirecte manier eigenlijk vindt dat je recht hebt op, zeg maar, eigenaarschap. En dat klinkt misschien heel bout en heel erg heftig, maar als jij vanuit een catalogus, een online catalogus, eigenlijk kan kiezen op landen, raciale achtergronden en geslacht, dan is daar wel zeker zeer sprake van een indirecte vorm van mogelijke toe-eigening. En dat is natuurlijk de ondergrond die we zo langzamerhand ontdekken in de studies daarna. Maar het idee bestond natuurlijk altijd in het Westen dat het ging om kinderen te helpen aan een permanent gezin. En dat is al een belangrijk onderwerp. Want de permanentie is altijd als argument, als hoofdargument gebruikt, met name door moderne, witte, westerse pedagogen. Die zeiden, ja, maar we geven dat kind een permanent gezin. Maar hoe dat kind, zeg maar, in die pijplijn van adoptie terechtkwam, werd door geen enkel pedagoog eigenlijk bediscussieerd. Want ja, het kind was namelijk ter beschikking. Het idee van beschikking zegt eigenlijk dat één partij vindt dat die beschikbaarheid dus echt heel normaal is. Ja, en kan je ook zeggen, kan je ook stellen dat door dat idee er uiteindelijk die wanpraktijken ontstonden, namelijk kinderroof, illegale adoptie, kinderen werden meegenomen op de markt, kinderen werden meegenomen uit de ziekenhuizen, gestolen, dat hier een economisch model achter zit. Kan je dat zo stellen? Nou, ik weet niet of een soort wat kan stellen, maar er zitten nog wel raakvlakken met het onderwerp wat je nu aankaart. Het probleem alleen is, de vraag is wie zeg maar heeft recht om gestolen te worden. Met andere woorden, wie is de opdrachtgever? En wie is uiteindelijk, zeg maar, degene die het product, in ieder geval het kind, ter beschikking krijgt? Dus het gaat wat mij betreft niet zozeer over het hele economische concept alleen maar. Het gaat ook over, zeg maar, ter beschikkingstelling van. Dus met andere woorden, we spreken heel plat gezegd over dat het kindslichaam eigenlijk op ideologische wijze verkregen wordt via een ideologie van beschikking. Dus dat kind is de beschikking, maar eigenlijk is dat kind niet de beschikking. Eigenlijk wordt het kinderlichaam ter beschikking gesteld. Dus niet het subject komt ter sprake, maar het object. Daarmee ontstaat, zeg maar, de objectivering van het kinderlichaam als iets wat, zeg maar, eigenlijk ongefundeerd en eigenlijk zonder ziel eigenlijk in zekere zin ter beschikking gesteld kan worden. En of daar diefstal of economisch gewin achter zit, is voor de ontvanger een tweederlei gegeven. Ja, ja, ik zie dat er een raising hand is, maar ik wil jullie graag vragen om, hou even je vraag vast, als het een inhoudelijke vraag is. Je kan hem ook in de chat alvast stellen, dan kunnen wij dat later even doornemen. Maar dan kunnen we in ieder geval ook dit zoveel mogelijk vragen hierover verzamelen, want ik denk dat jullie dat inderdaad ook heel erg hebben. Als we nou eens kijken naar het onderwerp van wij als interlandelijke geadopteerden, wij willen ook inderdaad die verbinding meer leggen, hè, met andere groepen die te maken hebben gehad met kolonisatie. Maar laten we Nederland even nemen als land, als importland, als ik het zo even mag zeggen. Mm-hmm. Wij hebben natuurlijk een koloniaal verleden. Je kan kijken naar Indonesië, je kan kijken naar Suriname. Hoe zien wij dat in relatie met onze voormalige kolonie? Zijn daar veel kinderen meegenomen? Kan je daar iets over vertellen? Ja, er is nog onvoldoende zicht op die directe relatie die er nu legt. Maar de eerste tekenen zijn er natuurlijk al. Want we hebben relatief veel kinderen geadopteerd uit Indonesië, het huidige Indonesië. En het huidige Indonesië was natuurlijk een voormalige kolonie van Nederland. En dat heette toen Nederlands-Indië. En er is natuurlijk een relatie over het feit dat een Nederlanders die daar naartoe gingen als kolonisten, dus eigenlijk heerschappij voerden op een vreemd grondgebied. Hè? Dus het vreemde grondgebied hebben ze ingenomen als een soort recht, als een systeemclaim. En daar zijn kinderen uit voortgekomen die ook weer achtergelaten zijn door vooral witte vaders. En in het feit dat daar kinderen, zeg maar, verdwijnen door afwezige vaders, is natuurlijk heel bizar, eigenlijk wel wrang, omdat later uit dat land gaan wij meer dan 4000 kinderen adopteren. Dus ja, op een systemische wijze zou je die link kunnen leggen, in de directe zin niet. Maar je zou kunnen zeggen, er is een relatie tussen het verdwijnen van kinderen uit witte families, omdat die niet gezien worden door de witte families van de vaders met name, en het feit van het gebruik van die vrouwen in Nederlands-Indië destijds. Hè. En dat is altijd een beetje afgedaan als de naaien, dus de concubines, de bijvrouwen die ter beschikking houden, zijn voor de Nederlandse overheersers. Maar eigenlijk gaat het over het feit dat de Nederlandse overheersers eigenlijk claimrecht hebben ontwikkeld, net als veel andere westerse landen, op de natuurlijkheid van het gebruik van de goederen, van het grondgebied, maar ook in dit geval van de mensen.
Ja. Ja, dat daar kinderen voort zijn gekomen en dat wij later kinderen hebben geadopteerd uit hetzelfde gebied. Ja, daar vinden wij systemisch iets van te zeggen, maar er is natuurlijk geen directe sociologische link. Dan even die context neemt van de staat die heel erg zwak was, een falende staat, die natuurlijk onvoldoende misschien mogelijkheden had om een kind inderdaad, weet je wel, niet het slachtoffer laten worden van criminele praktijken. Maar zo'n staat, daar hebben we natuurlijk al heel veel over gehad, dat heel veel staten natuurlijk daar in die zin, het is ook bewezen in de commissie Joustra-rapport, dat er natuurlijk wel een aantal mensen waren die hun oogjes dichtknepen. En dat is natuurlijk niet een aantal, maar er waren natuurlijk vele mensen die hun oogjes dichtknepen. Het is een heel netwerk wat we kunnen blootleggen, van de vroedvrouw tot aan de rechter. Als je kijkt op hoe in andere landen dit steeds meer en meer naar voren komt. Wat ik eigenlijk ook waar ik zelf heel benieuwd naar ben, is, nou, je hebt natuurlijk de rol van de staat, maar je hebt natuurlijk ook de rol van de kerk. De rol van de kerk is in heel veel landen heeft dat echt veel impact gehad. Ik zie zoveel voorbeelden, zoveel foto's van nonnen die met duizenden kindjes staan, omdat mom van ongetrouwde moeders. Moeders die natuurlijk misschien niet in staat waren om. En dat werd bepaald door de kerk. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, nou, dat is wel heel duidelijk in de geschiedenis te traceren. Een belangrijke speler in het veld is inderdaad de kerk. In eerste instantie de Rooms-Katholieke Kerk, omdat die binnen Europa eigenlijk al eigen kanalen en routes hadden om kinderen te verplaatsen van zeg maar ongewenste kinderen uit zwangerschappen van moeders, waarvan veel moeders achteraf bleek dat ze die onder dwang moesten afstaan. Hè. Dus ook daar is maar de sprake was van vrijwilligheid. Dus als je kijkt naar kindertransporten in het kader van verplaatsing van kinderen, van zeg maar ongewild of ongewenst zwangere vrouwen, en daarbij geef ik echt duidelijk de uitroepteken dat het helemaal niet duidelijk is of er sprake is van vrijwilligheid, laat ik dat voorop stellen. Maar dat die kinderen verplaatst werden binnen Europa. En zo langzamerhand weten we dat zeg maar kinderen uit Noord-Frankrijk bijvoorbeeld in Italië belanden, of soms zelfs in Ierland, of soms in België. Maar dat er vanuit Nederland, Zuid-Nederland, bijvoorbeeld uit Brabant en Limburg, dat de kinderen in België belanden. Sommige van die kinderen belanden via de Belgische route in Noord-Frankrijk. Nou, Noord-Frankrijk had kanalen met Italië. Er zijn ook heel veel kinderen uit Italië zijn verdwenen naar zeg maar, de westkant van Europa. Met name zeg maar, in Rooms-Katholieke gezinnen. En vaak notabele gezinnen of middenstandsgezinnen. Dus, en binnen Frankrijk was er een honderdtal routes die eigenlijk dwars door Frankrijk heen gingen. Waar echt hoogstwaarschijnlijk miljoenen kinderen in de loop van de eeuwen zijn verplaatst. Nou, daar begint het mee. Dus speelt de kerk een rol? Ja, absoluut. Met name in de routeplanning. Hè? Dus hoe organiseren we de logistiek? Nou, in de jaren zeg maar 50, misschien zelfs daarvoor, is eigenlijk met name tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn de protestanten in opkomst gekomen. Met name in Noordwest-Europa. Dan hebben we het over zeg maar Nederland, Duitsland, Scandinavië. En wat in Nederland eigenlijk heel duidelijk is gebleken, dat we hebben eigenlijk geen adoptiewetgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die is eigenlijk ontstaan vanwege zeg maar, het verplaatsen van Joodse kinderen, met name uit het westen van het land naar het noorden van Nederland. Hè? Dus Friesland, Drenthe, Groningen. En die kinderen werden geplaatst met name vooral bij zeg maar, kinderloze echtparen, agrarische families, of eigenlijk agrarische echtparen, die geen kinderen hadden. En die kinderen die verbleven tijdens de oorlog bij die gezinnen. Maar na de oorlog bleven bijvoorbeeld, kwamen familieleden terug uit de concentratiekampen. En die kinderen die mochten niet terug naar de Joodse gezinnen. Dus daar is een hele rel ontstaan in Nederland tussen de protestantse pleegzorgorganisatie, met name in Amsterdam, en zeg maar de Joodse commissie, ook met name in Amsterdam, rondom die kinderen. Dus het is een gevecht geweest, een juridisch gevecht tussen nou, die twee partijen. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd dat de gereformeerde kant gewonnen heeft. En de Joodse kinderen hoefden niet verplicht terug te komen of teruggegeven te worden naar de Joodse gezinnen. Nou, dat heeft natuurlijk een bizarre geschiedenis als je erover nadenkt. Want dat is namelijk de basis geweest van onze adoptiewetgeving in Nederland, die geresulteerd is in een wetgeving in 1956. En wij waren een van de laatste Europese landen die een adoptiewetgeving hebben geïmplementeerd. Raar, Ja, aantal. maar ik vind het, voordat we naar blokje 2 gaan, ik denk dat dit natuurlijk een heel belangrijk is, het hele decolonisatie-vraagstuk en waar we het nu over hebben. Maar is adoptie dan een fenomeen dat is ontstaan pas tijdens de Tweede Wereldoorlog, of gaat dit veel verder terug? Heb jij daar ideeën over? Nou ja, adoptie kennen we formeel pas 1956. Dus daarvoor was er geen sprake van adoptie, maar verplaatsen van kinderen om zeg maar Verplaatsing van kinderen.
kinderloze echtparen te voorzien van kinderen. Dus formeel gezien hebben adoptie nooit gekend voor 56. Ja, dus het, ik laat even iemand toe. Dus het werd in die zin geformaliseerd uiteindelijk tot adoptie. Juridisch gezien kreeg je dan een andere status als kind. En zo werd je dus een geadopteerd kind. Ik wil even iets afmaken, Sanne. Ja? Daarmee betekent niet dat er nooit kinderen zijn verplaatst van gezin naar gezin. Hè? Dus het was zeg maar een veel primitief. En ik bedoel primitief niet in de zin van zij zijn primitief en wij niet, maar primitief in de zin dat dat nog niet gemoderniseerd was. In dat soort constructies van samenleving gingen kinderen ook wel eens over van tante naar tante. Dus van zus naar zus. Of binnen het dorp, hè, binnen de eigen gemeenschap, werden kinderen als verplaatst. De Vlamingen hebben daar een mooi woord voor. Hè, dat, zeg maar onderschuiving van kinderen. Het onderschuiven binnen het eigenlijke systeem. Dus we kennen in de hele geschiedenis al eeuwenlang voorbeelden dat kinderen werden verplaatst van gezin A naar gezin B. Maar vaak was dat in ieder geval in de nabijheid. Niet altijd in alle openheid overigens, want soms werd er ook letterlijk niet over gesproken. Met verplaatsen van kinderen in het gezinssysteem, dat is eigenlijk zo oud als de weg naar Rome, maar dat heet geen adoptie. Nee, precies. Nou, dat is een mooi bruggetje naar het tweede blok. Want je hebt het over dichtbij. Maar wij hebben het nu over interlandelijke adoptie. Wij hebben het over duizenden kilometers worden versleept. Je had eerst een hele mooie metafoor van dat een kind dan wordt meegenomen in het vliegtuig. Het vliegtuig stijgt op, het vliegtuig gaat weg. Maar het kind, de ziel van het kind is nooit ingestapt in het vliegtuig. De ziel van het kind is feitelijk nog in het geboorteland achtergebleven. Het kind, het lichaam is zelf meegenomen naar een ander land. Sommige kinderen waren 9, maar er werd paspoorten vervalst, zodat ze alsnog mee konden in het systeem. Er zijn zoveel wanpraktijken. Ik zou jullie echt aanraden om de commissie Joustra-rapport te lezen. Het is een goed voorbeeld van hoe alles heeft kunnen misgaan. En de ideologieën, wat Hilbrand nu heeft aangegeven. Maar ook natuurlijk de rol van de kerk, de rol van de staat, heeft natuurlijk bijgedragen aan het idee van dat het goed was. Een goed ideaal kinderen te redden waar gered zouden moeten. Maar stel, we nemen even een kind als voorbeeld. We nemen even een kind in ons hoofd als voorbeeld. We gaan dan naar blok 2, want het kind groeit op. Het kind wordt volwassen. Het kind is een tiener. Het kind heeft natuurlijk net als iedereen gewoon een levensloop. Adoptie is levenslang. Ik denk dat het heel mooi is om los van de juridische werkdefinities die wij hierop kunnen toepassen. Wat is nou interlandelijke adoptie? Ik denk dat we daar ons niet aan moeten branden. Maar ik denk wel dat er heel veel, ook zeker vanuit jou, de expertise is van wat het doet met een kind. Dus als we het hebben over identiteit. De claim op het lichaam, dat is wat jij noemde onlangs. Kan je iets meer uitleggen wat je daarmee bedoelt? En in relatie dan met de identiteitsontwikkeling? Ja, dat klinkt mooier als vraag en makkelijker als vraag dan het antwoord, hè? ik moet eigenlijk een bruggetje leggen met het eerste deel van deze avond, hè? Dus, als je beseft dat zeg maar, jij niet gewend bent als persoon, hè? Als het complete wezen wat je bent nu, maar eigenlijk in jouw lichaam, dan kun je ook je afvragen of zeg maar, jouw identiteit op een gezonde manier gevormd zou kunnen worden in een land die eigenlijk verkozen heeft voor jouw lichaam, maar niet wat het met zich meebrengt. En dat gedeelte wat ook nog is achtergebleven in het land. Dus het systeem is zeg maar, heel vaak, je hebt zeg maar, het oorspronkelijke lichaam waar het zielsdeel achtergebleven is. Je hebt dat migratielichaam, wat eigenlijk heen en weer aan pendelt is tussen de landen of zeg maar, gebieden. En het deel wat hier aankomt, wat eigenlijk een diffuus lichaam is, omdat het incompleet is. Nou, als je kunt begrijpen dat als je zeg maar, in een nieuw land, met een nieuwe gezin, met een nieuwe omgeving, start vanuit een diffuus bewustzijn, in hoeverre ben je dan gecentreerd als één wezen in jouzelf? En als je dat beseft, dat het antwoord waarschijnlijk zal zijn dat het gefragmenteerd is, dus niet gecentreerd, maar gefragmenteerd, dat zie je in heel veel literatuur ook terug, dan kun je afvragen in hoeverre ben je in staat om je volle potentie tot gebruik te krijgen. Nou, en we weten zo langzamerhand dat heel veel geadopteerden wereldwijd vertonen dezelfde typologie ontwikkelingen in de psychopathologie als migranten. Want eigenlijk, en dat vind ik echt interessant, heel veel geadopteerden beschouwen zichzelf niet als migrant.
Maar je bent gemigreerd, dus je bent in wezen ben je migrant. Dus voldoe je ook in zekere zin aan een mechanisme die migranten namelijk ook ervaren, namelijk het verplaatsingseffect. Maar bij veel migranten, buiten het feit dat er heel veel migranten zijn gevlucht door sociaal-economische, maar vooral oorlogsomstandigheden, is ook in veel gevallen sprake van een familieband, de band. Hè? Er is al één familie ergens anders, dus familiehereniging. In ons geval reizen we alleen en we komen in een vreemd land aan. Dus er is helemaal geen sprake van een mogelijke hereniging. Nou, en dat betekent in wezen dat heel veel gerelateerden, op het moment dat ze in aanraking kwamen met de vreemde, dat het lichaam wat ze hebben ook in zekere zin een bevreemdend effect ervaart. Nou, dan heb je een traumaontwikkeling, heb je drie primaire reacties en drie secundaire. En de primaire is vechten, vluchten en bevriezen. En wat de meeste van ons hebben gedaan is bevriezen en terugtrekken, met andere woorden vluchten. En je hebt een kleine groep die is gaan vechten en die staan nog steeds in een vechtstand. Maar wat alle drie traumareacties oproept, is dat het heel veel vermoeidheid oplevert. Dus ik zie heel veel gerelateerd met grandeloze vermoeidheid en alle kwalen die daarbij horen. En dat heeft deels te maken omdat zeg maar, die fysieke, emotionele en mentale identiteit niet gehandhaafd kan worden als één geheel in het land waar ze geadopteerd zijn. En daar begint zeg maar, het grootste probleem, namelijk de ontdekking van een gefragmenteerde identiteit. Dus door de onvrijwillige verplaatsing, door de fragmentatie, door die situatie van zeg maar, gevluchtheid uit je lichaam, want je moet vluchten uit het lichaam, omdat je anders continu geconfronteerd wordt met die bevreemding van de nieuwe wereld. Beschouw je je lichaam als vreemd in plaats van de wereld om je heen. Volgens mij is Hilbrand even weggevallen. Oh, ik denk al, het lag het aan mij, Nee, het maar. lag niet aan jou. Oh, Ik denk dat gelukkig. we Nou, even een kan moment jij. van zen kunnen inlossen, of in ieder geval rust, even Nou, ademmomentje. ik denk sowieso, als ik dit hoor, dan herken ik mezelf. En ik zie hier nu allemaal geadopteerden. Ik herken mezelf in het feit dat je zei: gefragmenteerd lichaam, die komt aan. Want ik denk ook dat je hebt natuurlijk wel een biculturele identiteit. We hebben natuurlijk het idee dat wij, nou, sommige mensen die geadopteerd zijn, die zien zichzelf echt als Nederlands, als het gevoel van, of als Belg. Want er zijn hier ook volgens mij Belgen bij. Zou ik heel eventjes mogen weten wie hier uit België zich hebben aangesloten? Kun je even die hand op? Yay! Kijk nou! Wat leuk! En zijn er nog mensen uit een ander land? Duitsland, ik noem maar wat. Dat zou een beetje misschien moeilijk zijn, maar ik denk dat België en Nederland in ieder geval nu er zijn. Ik zie heel veel nu helemaal doen. Laten we hopen dat hij zo terugkomt. Ik denk ook dat het goed is voor jullie zelf. Als jullie vragen hebben, zet het in de chat. Max kijkt het na en Max die verzamelt alles. Ik denk dat het goed is als we gewoon ook een klein beetje verder gaan. Het is natuurlijk bijzonder dat we hier het over hebben. En ik denk ook dat wat voor mij heel relevant is om te weten, en ik denk misschien voor jullie ook, is naast de identiteit, naast de claim die hij zei, het is een claim op een lichaam gemaakt, heb je natuurlijk ook andere processen. En in hoeverre staan die dan in relatie waar we het nu over hebben, dus de hechtingsproblematiek. We hebben er allemaal van gehoord. Relaties. In hoeverre heeft het effect op relaties? Ik heb een filmpje gedeeld in het event, waarbij werd gezegd: een vrouw deed onderzoek daarna. Die vrouw uit Haiti, die zei: ik val alleen op witte mannen. In hoeverre is dat een gevolg van adoptie? Nou, Hilbrand heeft daar een antwoord op gegeven. Het is echt interessant om even te kijken, omdat het ook weer iets anders blootlegt. In hoeverre hebben we te maken met routereizen? Routereizen waar naartoe dan? Hoor ik heel veel ook zeggen. Ik weet niet waar ik vandaan kom. Dus waar moet ik dan naartoe? Hilbrand komt eraan. Laten we even weer Hilbrand opnieuw verwelkomen. Kijken of hij er is. Ik zie hem nog niet in mijn beeld. Ik weet niet of die. Ja, daar is Hilbrand. Maar nu sta je daar. Dat is. Oké, ik moet je even hier. Ja, ben je er weer? Helemaal. Hoor je mij? Je had ons achtergelaten met een cliffhanger rondom fragmentatie in ieder geval. Maar Hilbrand, ik hoor je niet. Ask to mute. Oké, ga ik doen. Ja, ik hoor je, Hilbrand. Praat Oké. eens.
Ja. Nou, ik denk niet, Zoom die gooide me net helemaal uit. Dus ja. Nou, wat ik heb het opgepakt hoor. maar ik denk dat het heel belangrijk is dat jij gewoon weer verder gaat. Ik had heel veel, inderdaad, de cliffhanger die je had. Max zei het mooi over de fragmentatie van het lichaam. Ja. En toen had ik de vrijheid genomen om even iets verder te gaan. Ook met, in relatie met de hechting, in relatie met relaties. Ik vond het een heel mooi filmpje wat je mij doorgestuurd over de vrouw die zei, ik val alleen op witte mannen. Is dat mogelijk gevolg van mijn adoptie? We hebben ook te maken met rootsreizen natuurlijk. Maar wat ik al net zei tegen mijn mededeelnemers, waar dat heel veel geadopteerden kijken ook maar aan van rootsreizen, waar naartoe dan? Ik weet niet eens waar ik vandaan kom. Ik heb werkelijk geen flauw idee. Dus rootsreizen naar jezelf of het mooie woord hierat. Longing naar iets wat nooit is geweest. Ik denk dat je, als je weer wat drinken hebt genomen, dat je het weer van me kan overpakken. Oké, daar wil ik hem op pak. We hadden het over de fragmentatie. Ik vond het een mooi, ik vond het een mooie, mooi metafoor. Ja, het ging over identiteit, hè? En, ja. Over het verlies van identiteit door, zeg maar, verplaatsing, daar had ik het volgens mij over. Ja. En dat betekent dat, kijk, als er sprake is van onvrijwillige verplaatsing, betekent eigenlijk dat een deel van jou niet weg wil. Dus dat blijft achter in zekere zin. En dat noemen we, zeg maar, het immaterieel lichaamsdeel. En die is stoffelijk, die is onstoffelijk. Maar iedereen kan hem ervaren, want heel veel geadopteerden die rapporteren aan mij terug, dat op het moment dat ze, zeg maar, terug zijn in het land van herkomst, en ze staan ervoor open, dat ze een sensatie ondervinden, lichamelijk, emotioneel en mentaal, dat ze op de een of andere manier weer aangesloten zijn op een energiebron die ze eigenlijk oorsprong ooit kenden, maar niet wisten dat ze dat aangesloten zouden kunnen zijn. En dat heeft alles met energie te maken. In de materiële vorm kan het zijn bijvoorbeeld het eten van het land en cultuur van herkomst, tot en met de muziek, tot, zeg maar, de sfeer in de stad of het landschap. Maar er is iets in het lichaam die zegt, hey, op de een of andere manier heb ik hier verbinding mee. Nou, sommigen hebben dat ook niet. Maar dat is in veel landen te wijten aan het feit dat heel veel geadopteerden zo geconditioneerd zijn in het adoptieland, dat alles wat niks meer te maken heeft met het adoptieland al gauw als bevreemdend wordt ervaren. Maar die bevreemding is eigenlijk ontstaan vanwege het feit dat ze zichzelf allereerst hebben ontvreemd van zichzelf. Dus ze hebben een nieuwe staat aangenomen. En die nieuwe staat, bijvoorbeeld als Nederlanderschap, hè, het witte Nederlanderschap, betekent dat je soms ook heel ver weg kan raken van je lichamelijke en emotionele entiteit die je eigenlijk was van vroeger. Nou, daar ontstaat eigenlijk allemaal gescheurde deeltjes. En dat noemen we dan fragmentatie van het lichaam. Ja, en als het nou doortrekken bijvoorbeeld, hè, naar bijvoorbeeld, je bent opgegroeid in een witte omgeving. Dus niet alleen je gezin is niet, die lijkt niet op jou, maar je hele omgeving is anders. Ja. Wat heeft dat uiteindelijk voor effect op je eigen sense of beauty? Op hoe je denkt dat je eruit komt te zien, dat je eruit ziet? Of kan je, want ik zag ook een filmpje van die dokter die heel interessant was. Om naar van Richard Lee, hè? Richard Lee is een docent in de Verenigde Staten. En heeft ook geschreven zeg maar, de verbinding tussen migratie en het effect van verplaatsing naar raciale identiteiten. En hij is zelf niet geadopteerd, maar hij is wel getrouwd met een geadopteerde Koreaanse vrouw. Hij is zelf ook van Koreaanse afkomst. Hij is geboren weliswaar in de Verenigde Staten, maar zijn ouders zijn, zeg maar, migranten uit Korea. En hij zegt eigenlijk dat die bevreemding, of, zeg maar, het gebrek aan een natuurlijke reflectie van jezelf, kan leiden tot zelfvervreemding. En die zelfvervreemding kan natuurlijk effect hebben op je zelfwaardering en zelfidentiteit. Want identiteit bestaat eigenlijk twee delen, namelijk het it, daar schreef Freud al over. Dat is het fysieke, identaire, onlosmakelijke deel van jezelf. Dus je lichamelijke verschijning en je manifestatie. En de entiteit die daarbij ook zichtbaar wordt. Dus je hebt it en entiteit. Samenvoeging, identiteit. Ja? En die entiteit kan zich vormen naar een context, een omstandigheid, naarmate, zeg maar, daar een noodzaak toe is. Dus als je als kind ervaart, ja, als ik mezelf blijf, dat kost me letterlijk mijn leven. Dus ik kan beter de it, zeg maar, omvormen tot een nieuwe entiteit. Nou, dat is wat er vaak gebeurt. En dat doe je aan de hand van eigenlijk drie heel veel kenmerken en zaken die met identiteit te maken hebben, zeg maar. Dat is zelfreflectie, zelfperceptie, ook hoe anderen je zien, en de respons van die anderen. Er zijn drie elementen. En daardoor vorm je in eerste instantie een reflectie op, zeg maar, je persoonlijke identiteit. Die overigens niet persoonlijk is, want hij is geconditioneerd.
Ja, maar dan stel je voor, de respons van de ander. Stel, we zijn opgegroeid in een familie die het gevoel hadden dat ze jou hebben gered, dat ze het goed hebben gedaan. Dus dat dankbaarheid is ideaal. Ja, de loyaliteit, wat er van je wordt gevraagd, dat weerhoudt toch die ontwikkeling van de identiteit. Want ja, als je inderdaad zeg maar vast blijft hangen in die gijzelaarschap, hè? Want er is een vorm van gijzeling gaande. Want kijk, er is geen sprake van vrijwilligheid. Ik ken geen enkel gerapporteerde die ooit in zijn kindsperiode, toen hij vertrok uit zijn land van herkomst, ooit een handtekening heeft gezegd van ja, laat mij maar vertrekken. Dus er is geen sprake van vrijwilligheid. Dus je kunt ook niet spreken van een vrijwilligheid van loyaliteit. Die loyaliteit is vormgegeven mede door zeg maar een onvrijwillige verplaatsing. Ja. Maar het is nog steeds wel een positieve opvatting dat we dankbaar moeten zijn. Dat mag van mij, maar het gaat mij ook om de feiten. Hè? Dus je kunt je psychologie jezelf positieve psychologische argumenten toedienen. Dat moet je vooral doen, maar ik kijk ook naar de feiten. Ja, precies. En als we dan kijken, want we hebben vorig jaar, als ik me goed herinner, in december, kregen wij het heftige nieuws dat een aantal geadopteerden zichzelf zelfmoord hebben gepleegd. Ik heb liever dus zelfdoding, want moord is echt een extern beginsel. Ja, en dus het laat zien dat de nazorg, waar we het ook over hadden gehad, hè, het is nodig, het is urgent. Het is iets wat we niet licht moeten nemen. Is dat iets ook wat jij ziet in je werk, ook naar aanleiding van waar we het nu ook over hebben, van dat het zo'n zwaar proces is? Dat het waarschijnlijk ook echt, dat wij hier ook professionele hulp bij nodig hebben. Maar is die professionele hulp dan wel toegankelijk, toereikend? En wordt dat wel gezien als wenselijk? Stel, je hebt ouders die zeggen dat je dankbaar moet zijn. Ik wil 5 vragen. Welke van de 5 kun je beantwoord hebben? Welke van de 5 vind jij nu het meest handig om inderdaad ook over te gaan naar de nazorg, naar de urgentie van de nazorg? Nou, het gaat over urgentie van nazorg. Nou, daar is een hele vette discussie over. En die discussie duurt al zo lang ik in het veld werkzaam ben. Dus meer dan 30 jaar. Er is een groep geadopteerden die vindt nazorg echt onzin. Want het gaat eigenlijk allemaal heel goed met ons. Dus iedereen die hier nu vanavond ingelogd is. En die daar bedenkingen bij heeft. Die is niet gezond volgens deze groep. Dus dat is een beginsel. En dat mag je vinden wat mij betreft. Maar ik snap niet helemaal dat die groep zeg maar, nu heel erg op de trommel slaat. Want zij hebben geen probleem. Dus als je geen probleem hebt, waarom bemoei je dan met het onderwerp nazorg? Maar goed, dat is mijn connotatie bij dit onderwerp. Ja? Het tweede is namelijk het feit dat de cijfers er niet om liggen. Dus internationaal wetenschappelijk onderzoek laat zien dat uitval van geadopteerden meer dan significant is. Significant betekent meer dan alleen maar zeg maar gemiddeld genomen wat sprake zal zijn bij normaal onderzoek. En wat valt daarin op te merken? Dat bijna in alle interlandelijke onderzoeken die serieus gedaan zijn op gebied van gezondheidsvraagstukken, dus niet op adoptie, maar echt op gezondheidsvraagstukken, dat geadopteerde wereldwijd hoger scoren op uitval. Nou, als je dat niet belangrijk vindt als onderwerp, ja, dan houdt mijn argumentatie op. En dat betekent ook in uitval dat suïcide gemiddeld 4 keer, 5 keer hoger voorkomt dan gemiddeld. Ja, als je dat niet belangrijk vindt, ja, dan houdt mijn argumentatie op. Dus wat mij betreft, ja, er is een noodzaak tot de adoptiezorg, of dat nazorg is, of voordat kinderen geadopteerd worden, eigenlijk vind ik die hele bandbreedte dat je meegenomen dient te worden. Maar het gaat mij om dat wij eigenlijk met z'n allen over eens moeten zijn. Adoptie heeft effect op de ontwikkeling van de persoon die geadopteerd wordt. En zijn hele directe en indirecte systeem ernaast. Dat we dat niet zeg maar klakkeloos zonder enige schade kunnen doen. Dus als we weten dat er schade optreedt, waarom proberen we dat zeg maar op voorhand niet zeg maar in te perken? Nou, dat zou dus kunnen door professionele zorg en nazorg. De mensen die getraind zijn en die ook getraind zijn in de volle breedte. Dus niet met één ideologie. Nou, wat we zien wereldwijd is dat adoptie nazorg eigenlijk getraind wordt door één groep mensen, met name orthopedagogen en kinderpsychologen, waarvan 80% adoptieouders zijn of in directe zin een relatie hebben met adoptiebemiddelingsbureaus of daar geld aan verdienen. Ja, als dat de enige groep is waar je mee mag praten. Ja, ik weet niet hoe vrij dat is. Dus je komt zeg maar steeds van de onvrije omgeving in een onvrije omgeving. Ja, en het idee van het rugzakje van de geadopteerde, dat het enkel en alleen de verantwoordelijkheid is van de geadopteerde,
Ik denk dat als je het ook in het decoloniaal denken zet, je kan als mens niet die hele burden zelf individueel oplossen, want je hebt altijd de community die daar natuurlijk ook iets mee kan doen. Maar in hoeverre hebben wij dan te maken met een samenleving die hier zelf ook geen orde heeft. Dus niet alleen de geadopteerden onderling die zeggen en die uitmaken van de ander wie gezond is en wie niet. Maar de samenleving heeft natuurlijk ook hier niet heel veel mee van doen. Dus ik zie dat Max nu ons attendeert dat we naar de pauze moeten gaan. Wat ook heel fijn is om heel eventjes het gevoel te hebben van alles even laten landen. Yes, je kan nou, opnemen. Welkom allemaal voor het derde blok. Ik zie hier allemaal mensen die iets hebben neergezet, wat ook echt super leuk is om te lezen. En ook mooi landen als India, Zuid-Korea, Colombia, natuurlijk mezelf Chili. En ik denk ook dat hier Haiti, meerdere keer terug geweest, sommigen voor de eerste keer. Er werd ook een vraag gesteld of het inderdaad uitmaakt of je met je adoptiefamilie bent gegaan, ja of nee. Ik zelf persoonlijk had het wel. Ik was de tweede keer echt blij dat ik zelf ben gegaan. Om in ieder geval ook dat helemaal te ervaren inderdaad. Gewoon je eigen, jezelf navigeren in het land waar je bent geboren. En dan echt op jezelf zijn. Dat is een cadeautje dat ik mezelf heb kunnen geven. En dat ik ook niet zo snel meer zal vergeten. Maar we gaan nu verder naar het volgende, volgende blok. Want er zijn om ons heen, we hebben het ook natuurlijk gezien bij adoptie, het is formeel een excuses gekomen. Er zijn een aantal stappen die zijn gezet waar we misschien niet eens van hadden durven dromen dat dit zou kunnen plaatsvinden. Voor mij voelt het echt als een soort dat rapport van heel intens. Ik kan me nog herinneren dat het echt een week was dat best wel emotioneel ook was voor heel veel mensen. Als ik de tijdlijnen nog kan herinneren. Dat er behoorlijk veel mensen waren die hier ook van slag waren. Ik heb toen met meerdere mensen ook gesproken. Omdat ik omdat we elkaar toch op die manier vinden. En ik denk ook dat het goed is om dit dan neer te leggen naast dynamieken die je ook ziet. Ten opzichte van mensenrechten schendingen. Ook omdat je natuurlijk binnen de UN heb je ook verschillende declaraties die daar ook recht doen. Stel je voor je bent slachtoffer van ernstige mensenrechten schendingen, dan heb je recht op bepaalde dingen. Je hebt recht op reparatie. Dat staat even los van adoptie. Maar dan heb je te maken natuurlijk met conflicten, te maken natuurlijk met andere mensenrechten schendingen. Maar ik dacht, als ze die nou eens even naast elkaar gaan leggen, hoe zou dit toepasbaar zijn op het hele adoptieverhaal? Dus we hebben 5 principes die uit die UN-declaratie te vinden zijn. Dus ik sta altijd heel open in. Ik doe altijd net alsof ik een kind van 4 ben die gewoon vraagt en Hilbrand, hoe kijk jij ernaar? Want ik denk dat er heel veel tools uit het internationaal recht ons zeker kunnen helpen met de verdieping in onze situatie, de verdieping in het gesprek, een andere wending kunnen geven aan dynamieken die er nu gaande zijn. We hebben te maken met compensatie, we hebben te maken met bepaalde excuses, maar maakt dat ons tevreden? Dus er zijn een aantal principes, je hebt dan restitutie, restauratie, compensatie, rehabilitatie en tevredenheid. En ook de laatste is dan dat het niet meer mag plaatsvinden, non-repetition. Dus Hilbrand, als ik nu ze even, ik kan ze niet allemaal afgaan, daarvoor hebben we te weinig tijd. Maar ik kan me voorstellen dat restitutie als concept niet bij ons van toepassing is. Want dan zou het gaan over to restore the victim to the original situation. Dus dat wij teruggaan naar de situatie voordat de schendingen van ons zijn gepleegd. En dan nemen we nu even adoptie als een interventie die niet vrijwillig was. We kunnen niet meer terug naar die situatie. We kunnen niet meer terug naar de familie, want die is nooit geweest. Optie te leggen. Maar als we het hebben over compensatie. Compensatie binnen interlandelijke adoptie. Heb jij daar ideeën over hoe dat heeft uitgepakt? We zitten natuurlijk in een Nederlandse setting. Dus ik denk dat het heel interessant is om jouw visie hierover te horen. Over de compensatiemogelijkheden. Willen wij dat? Heb jij daar ideeën over?
Ja, ik heb daar wel ideeën over, maar ik denk dat je eigenlijk te grote stappen maakt. Want het artikel waar je naar verwijst, de UN-reactie erop, gaat niet over adoptie, hè? Nee, maar dat zei ik ook. Van het gaat niet over adoptie. Het gaat echt over mensenrechten schendingen in de breedste zin van het woord. Maar het is interessant om te kijken in hoeverre dit relatie heeft of niet rondom adoptie. Dus stel je voor, je hebt compensatie. Ik snap je punt. Het probleem alleen is, zeg maar, dat in het kader van interlandelijke adoptie natuurlijk, de UN altijd heeft verklaard dat er geen sprake is, zeg maar, van dat er schending van mensenrechten zou zijn. Om immers, zoals we op blokje 1 hebben gesteld, er zou sprake zijn van het redden van kinderen. Dus de toepassing van de punten die hij nu aanhaalt, die ook volgens mij volgende keer door Esther Stemvoort wordt aangekaart, daar zou je wel een discussie over moeten hebben, wat mij betreft. Maar ik ben bang dat het, zeg maar, op dat niveau van waar wij het nu vandaan halen, vanuit de UN-statements, dat het wel heel lastig wordt, omdat de United Nations zelf niet, zeg maar, akkoord is met het feit dat interlandelijke adoptie, zeg maar, gecriminaliseerd zou worden, omdat het zou betekenen dat adoptie zou stoppen. Dus zolang de Verenigde Naties, zeg maar, blijven volhouden dat er geen sprake is van criminaliteit binnen het onderwerp interlandelijke adoptie, overigens komen ze daar deels wel op terug, maar als statement blijft ze volhouden dat het dan juist een humanitair recht is, in plaats dat, zeg maar, hier sprake zou zijn van schending van humanitair recht. En daar zit het grootste probleem. Nou, ik kan je een voorbeeld nemen van Chili. Chili is nu letterlijk een formeel strafrechtelijk onderzoek nu gaande rondom letterlijk het woord illegale adoptie en kinderhandel. Dat is hoe het strafrechtelijk onderzoek nu wordt genoemd. Daarin zijn 20.000 cases opgenomen. En die cases die zijn nog niet eens klaar. Want binnen 3 maanden volgens mij waren die 20.000 zo gevonden. 20.000 cases. Dus er zijn nu landen die dus nu zelf, landen van herkomst, ook gaan kijken naar wat is er gebeurd. En in Haiti had je natuurlijk destijds ook, je hebt meerdere landen die natuurlijk een stop hebben gezet, omdat ze natuurlijk wel die onregelmatigheden zagen. Ze zagen wel de wanpraktijken en de mogelijke gevoeligheid van het systeem naar fraude toe. Dus in het scenario dat het daadwerkelijk vanuit de Chileense regering werd gezien als illegale adoptie, dan hebben we een andere discussie. Ja, maar ik ben het met je eens, hè? Laat ik daar helder in zijn. Maar het probleem doet zich voor dat wat jij nu aanhaalt als voorbeeld, dat het, zeg maar, een onafhankelijk nationaal staatsrechtelijk vraagstuk wordt, maar dat het niet gelinkt wordt aan de internationale casuïstiek van interlandelijke adoptie. En dat is wat ik net bedoelde. Zolang de Verenigde Naties niet van plan is, zeg maar, om de mate van criminalisatie van interlandelijke adoptie te accorderen, zullen staten op zichzelf dit als onafhankelijke staat zelf wel kunnen doen. Dat zal niet, zeg maar, op internationaal niveau en op internationaal recht worden erkend. Dus er is geen sprake van internationale uitwisseling. En daarbij komt ook dat ik denk Chili niet helemaal bevat welke geopolitieke consequenties dit onderwerp kan hebben. En dat is de reden waarom heel veel landen er niet aangaan. Bijvoorbeeld Zuid-Korea is als de dood dat dit een, dit het onderwerp een staartje krijgt. Dus die willen in principe misschien landen binnen het eigen staatsrechtelijk systeem wel hervormen, maar ze zijn ook bang voor de internationale repercussies. En daar moet je ook rekening mee houden. Niet dat ik daar rekening mee wil houden, maar dat zijn wel geopolitieke realiteiten. Nou ja, daar heb je natuurlijk een punt. Ik denk dat de geopolitiek destijds, dan neem ik even de casus van Chili weer. We hadden destijds een dictatuur. En toen werden heel veel kindjes tijdens de dictatuur werden meegenomen. En er werd dan ook in artikelen die ik heb mogen lezen, werd ook gezegd van nou, dan wel onder het mond van, dan gaan we niet verder in op de mensenrechten schendingen in Chili. Want we hebben nu wel 3000 kinderen aan jullie gegeven, toch? Dat werd een beetje zo neergezet. Ja. Maar als we dan teruggaan naar compensatie, want we hebben natuurlijk 1,2 miljoen euro, werd ons beloofd de afgelopen periode, als zijnde van, nou, we moeten hier wat mee als Nederlandse staat. We hebben formeel sorry gezegd. Nou, sorry staat binnen dat lijstje onder het noemer satisfaction, tevredenheid. Dus we krijgen dan een officiële excuus. Van een formeel excuus hebben we gehad van de Nederlandse regering.
Ik zie dat België nog niet zo ver is dat de excuus is volgens mij gedaan. Maar in het hele debat binnen de decolonisatieprocessen is een formeel excuus. Daar zitten heel veel groepen op te wachten. En die krijgen ze waarschijnlijk niet. Wij wel. Hoe is dat zo gekomen? Dat wij wel een formeel excuus hebben gehad. Nou ja, dat komt eigenlijk omdat voor de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis een onafhankelijk onderzoekscommissie naar het onderwerp heeft gekeken. En dat is echt nieuw in de Nederlandse geschiedenis. Dat is best wel eigenlijk wel iets speciaals om te noemen. En de commissie is breed opgezet en heeft een onafhankelijk karakter. Dat betekent dat onderzoekers op hun eigen manier, met hun eigen visie en zonder dwang van ministeries of overheidsinstellingen onderzoek konden doen. En die zijn tot hun eigen conclusie gekomen op basis van wetenschappelijke merites. En de eindconclusie was nogal fors en duidelijk. Dus de minister kon er ook niet omheen. Ja, de minister kon niet omheen. Maar als je dan kijkt met in het relatie hier dan met de satisfaction idee. Zijn wij hier tevreden mee? Is het dan nu de kous af? Of zoals je weet, heel veel geadopteerden zijn er tevreden mee. Na die waarheidsvinding. Nee, heel veel geadopteerden zijn er tevreden mee. Hilbrand is goed te horen, maar jij niet, jou. Maar Hilbrand heeft de vraag wel meegekregen, dus je kan hem beantwoorden. Oké. Okay. Ja. Ik zei, heel veel geadopteerden zijn niet tevreden met zeg maar, de status van de situatie, omdat er wordt onderling in Nederland nogal fors naar elkaar toe modder gegooid. Er is geen consensus over hoe nu verder. 30 september zitten heel veel partijen om tafel, volgens mij de 12 september ook. Om opnieuw te praten zeg maar, over de Nationaal Adoptie Expertise Centrum wat er moet komen. Maar we zijn het met elkaar bij lange niet eens, omdat de belangen heel erg uit elkaar liggen. Dus dan zie je ook wel, kijk, de minister heeft excuus aangeboden. Er is een fonds of een budget gelokaliseerd die hiervoor gebruikt kan worden. Maar ja, wat overheidsinstellingen natuurlijk willen, is dat er consensus komt in het veld. Nou, wat weten we al lang van dat internationale adoptieveld, dus ook in Nederland, dat consensus heel erg ingewikkeld ligt, omdat de belangen heel erg uit elkaar liggen. Dus zelf binnen geadopteerden liggen de belangen diametraal uit elkaar. En dat is het grootste probleem. Ja, maar dus, ik zie ook wel geadopteerden samenkomen. En zelfs geadopteerden die het gevoel hebben van, oké, ik ga niet gemeenschappelijke belangen opzoeken. Maar ik ga zelf het recht in handen nemen en ik ga de staat aanklagen. Die casus heb ik nu tegenwoordig ook gezien. En hoe zie je dat dan in dit fenomeen? Ja, ik denk dat het een interessant fenomeen is, want de commissie Jouwstra is namelijk gekomen vanwege een individuele rechtsgang van Patrick Noordhoven, die op dit moment in Zwitserland woont en deels in Brazilië. Zonder Patrick was er de commissie nooit gekomen. Dus we hebben te danken aan één geadopteerde die de rechtbank heeft opgezocht, maar die eerste keer heeft verloren. En ik heb ook tegen hem gezegd, als je op hoger beroep gaat, moet je het echt anders doen. Dus ik hoop in die zin dat ook geadopteerden de casus van Patrick te harte nemen. Een rechtszaak is een procesgang waarin heel veel politieke claims liggen, maar ook juridische complicaties. En die moet je allereerst heel goed bestuderen. Dus alleen met emotie en het recht willen krijgen op je eigen rechtvaardigheidsgevoel is onvoldoende. En dat zien we veel te veel geadopteerden doen. En dat is de reden waarom na Patrick geen enkele geadopteerde zeg maar, gelijk heeft gekregen van de rechter. Ja, en we hebben natuurlijk ook nu hebben het over onze eigen rechtszaken. Maar als je nou de adoptiedriehoek in acht neemt en je kijkt dan ook naar de zogeheten afstandsmoeders of geboortemoeders of alle moeders die natuurlijk een kind hebben moeten missen, dan wel waarschijnlijk illegaal, misschien is het gestolen, misschien het kind is gewoon weg. In hoeverre zien wij hier mogelijkheden dat zij ook een rechtszaak gaan starten? En dat is natuurlijk in Nederland, zien we hier die dynamieken langzaam naar voren komen. Dat zij natuurlijk ook de rechts, de juridische kant gaan opzoeken. Hoe zie je dat? Ja, kijk, ik heb heel veel verschillende visies erover. Dus het vind ik wel grappig dat je ook zegt, hoe zie jij dat? Maar laat ik zeggen, wat ik zie in de samenleving is dat de Nederlandse afstandsmoeders nog steeds moeilijk vinden om zeg maar, uit te komen voor wat gebeurd is in het verleden. We hebben het hier over mogelijkwijs 25.000 Nederlandse vrouwen die afstand hebben gedaan, vrijwillig of niet vrijwillig, of onder dwang of gedeelte dwang, waarvan maar een heel klein groepje nu in opstand komt. Hè? Onder leiding van Wil van Sibylle, die eigenlijk net als ik vanaf het begin eigenlijk op de voorgrond staat om het onderwerp aan te kaarten en zichzelf daarmee ook in gevaar heeft gebracht. Althans in ieder geval sociaal ter discussie heeft gesteld, wat ik ook in de jaren 90 heb gedaan.
Ja, dat is geen makkelijke positie. En dat betekent in die zin ook dat er nog heel veel taboe is. Het voordeel is wel dat er nu veel meer aandacht komt in de westerse wereld voor die kant. En voor het verhaal van die zogeheten afstandsmoeders. Dus we krijgen steeds meer beeld en inhoud bij het onderwerp. En dat krijgt zeg maar ook effect op de emancipatie van de moeders die ooit hun kinderen hebben verloren door afstand en adoptie. Maar dat heeft een hele, hele lange adem. Omdat de samenleving eigenlijk hier ook niet aan wil dat ze mede betrokkenen zijn. En wellicht zelfs maar zelfs mede actor en daarom mede schuldig dat zo'n situatie heeft kunnen ontstaan. Dus we hebben te maken met heel veel sociaal, maatschappelijke en psychologische factoren die nog lang niet uitgekristalliseerd zijn. Maar stel voor nu met interlandelijke adoptie, als ze dat nemen, stelden ze een aantal moeders die bijvoorbeeld in Chili, neem ik even die casus omdat die voor mij het meest bekend is, 20.000 moeders die alle claimen, dit kind is van mij gestolen. Ik heb niks getekend, ik heb geen consent gegeven, geen toestemming. Hoe gaan we hiermee om? En wat zouden wij moeten doen als samenleving om in ieder geval hier een bepaalde justice aan te geven, een bepaalde gevoel van compensatie? Want ik heb nog geen enkele moeder gezien, afstandsmoeder, die hier iets die een rechtszaak is gestart. En is dat überhaupt wel denkbaar? Stel je voor een moeder die gaat de Nederlandse staat aanklagen wegens wat, of de Chileense staat. Dus het is wel een juridische domein waar we nu in zitten, maar het is niet onmogelijk dat dit soort dynamieken gaan ontstaan, lijkt mij. Nou ja, het feit dat je het nu noemt is al een beweging in de realiteit, hè? Dus laten we dat voorop stellen. Alleen je geeft zelf ook net aan dat we het domein betreden van de juridische kant, zeg maar. En dat betekent dat het uiteindelijk zal gaan over de rechtsgang en zeg maar over de toelaatbaarheid van de argumentatie van de moeders die ooit hun kinderen zijn verloren, de afstand en adoptie. Of zeg maar de rechter, maar ook zeg maar de jurisprudentie dat toekent als een reëel feit. Maar ik denk ook dat de sociale pressie vanuit de samenleving een belangrijke rol speelt. Dus als je zegt, wat kunnen we dan doen, en met name dan in die zin van wat kunnen we vanuit Nederland doen, bijvoorbeeld voor de Chileense moeders, nou, dat is eigenlijk heel simpel, is dat alle vrouwenorganisaties die zich bezighouden met emancipatie, dat niet alleen gebruiken om kinderen te krijgen, maar dat ze die emancipatie inzetten voor gelijkwaardigheid voor vrouwen die hun kinderen hebben verloren. Het feit dat vrouwengroeperingen wereldwijd dit niet willen, is een teken aan de wand. Hè? Dus de emancipatie stopt bij kinderen, snap je dat? Ja. En ik denk dat dit natuurlijk een onderwerp is. Het juridische is natuurlijk één ding. Maar als we het hebben over inderdaad reparatie voor jezelf. Compensatie. Kijk, we moeten ook verder. We moeten ook bepaalde levens weer oppakken. Je hebt een baan, je hebt een huis, je hebt een hypotheek. Ja. Dus in hoeverre is dat dan een proces wat dan... er zijn keuzes die je moet maken. Van ga je wel daarin of ga je niet daarin? En die keuzes zijn natuurlijk niet zo licht te maken, want het betekent feitelijk, misschien ken jij iemand dichtbij die dit proces heeft meegemaakt, je haalde Patrick al aan. Ja. Dit heeft natuurlijk een heel veel effect op hoe je nu dan in het leven staat. Je gaat echt iets, je gaat gewoon een heel groot avontuur aan. Nou ja, je gaat zo'n groot avontuur aan dat het interessant is dat veel geadopteerde angst hebben om andere geadopteerde support als die ene geadopteerde dat avontuur aangaat. Dus binnen ons, in die zin dat we nu vanavond bij elkaar zitten als veel geadopteerden, niet alleen maar grotendeels zitten veel geadopteerden op de lijn, dat die nog steeds bang zijn om uit te komen voor het feit dat ze je vraagteken bezetten, is een teken aan de wand. Dus ook onder geadopteerden is nog heel veel emancipatiewerk te doen. En dat gaat gepaard met heel veel angst. En je begrijpt dat de voorgangers, en ik zal niet mezelf op mijn borst slaan dat ik één daarvan ben, maar ik ben het in feite wel. Wij hebben heel vaak alleen gestaan. En de meeste geadopteerden hebben ons eerder beschermd dan ons gesupport. En je kunt je voorstellen, als je geen sterke rug hebt, dat de meeste afhaken en zeggen, ik ben er klaar mee. Ja, je hebt natuurlijk tegen heilige huisjes aangeschopt in het verleden. Ja. Je hebt natuurlijk meteen ook gezegd van, kijk, al die idealen die ten grondslagen aan interlandelijke adoptie, heb je stelselmatig gestructureerd omvergegooid. En dat maakte je niet geliefd. Ik bedoel, ik heb het zelf ook mogen ervaren, maar jij bent natuurlijk hier langer nu bezig. Maar waarom kan het toch dat je dit wel doet? Ik bedoel, wat is dan de drijfveer van jou persoonlijk om dit te blijven doen?
En in hoeverre verwacht je nu dat het wel gaat lukken met bepaalde instanties rondom nazorg? Heb je daar een positief gevoel bij? Of denk je van, nou, ik heb hier ook nog wel mijn bedenkingen bij over de nieuwe dynamieken? Je noemde dat 13 september. Hoe sta je erin? Nou, allereerst de reden waarom ik dat doe, omdat ik heilig geloof, en dat is echt een heilig geloof, dat als we met elkaar, als mensen willen samenleven, dat we iets voor elkaar moeten willen betekenen. Dus het gaat voor mij over de humanisatie in actie. Met andere woorden, menselijkheid is geen woord, je moet het doen. Dus dat is een van de redenen waarom ik het doe. En ik hou me niet bezig met het redden van konijntjes of zeehonden in de Waddenzee, maar ik ben bezig met het feit om te kijken dat we kunnen krijgen dat er een meer menselijke perspectief komt in het debat over interlandelijke adoptie. En wij zijn geen producten, wij zijn mensen. Dus dat is een van de factoren waarom ik dit werk nog steeds doe. Twee is of ik vertrouwen heb dat de overheid hier zeg maar een uitweg met ons gaat vinden. Ja, ik heb daar een hard hoofd in. Omdat ik al 30 jaar zie hoe de overheid zeg maar fungeert op dit dossier. En wat ze nu doen is een herhaling van zetten. Dus het is, als het al verandert, zou het de eerste keer in de geschiedenis zijn dat de strategie verandert vanuit het ministerie. Dus ik moet het eerst nog maar zien en dan geloven. Ja, dat snap ik. Ik kan me voorstellen dat dat op die manier ook. Ik ben een positief mens, ik ben positief ingesteld. Maar we zitten hier wel te vechten tegen bepaalde dynamieken die zoveel groter zijn dan onszelf. Dat snap ik. Als ik dan heel even nog kijk, hè, we hebben natuurlijk de nazorg gehad, het belang ervan aan interlandelijke adoptie, het White Savior gehad, daar hebben we natuurlijk ook enigszins aan gestipt. Maar als we dan nu kijken met die verbinding kunnen leggen met andere groepen, die ook te maken hebben met decolonisatie, hoe moeten wij dat doen? Heb jij daar ideeën over? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat onze roep, onze kreet, weet je wel, dat ook wordt begrepen door anderen? Nou ja, allereerst denk ik, en ik denk dat het echt noodzakelijk is dat alle groepen, dus alle betrokken belangenpartijen, al eerst naar zichzelf moeten willen kijken. Want velen van ons reageren nog steeds vanuit primair trauma. En wat weten als mensen reageren vanuit primair trauma, dat alleen die emotie het er doet. En dan is er geen ruimte voor debat, laat staan voor het onderzoeken van andere meningen en visies. Dus ik denk dat er een taak ligt ook voor onszelf, om onszelf zeg maar in de spiegel te kijken en het toepassen van de zelfreflectie in actie te brengen. Van wat kan ik eraan doen, maar wat zijn ook de onmogelijkheden in mijn persoonlijke activiteiten, omdat ik zelf nog niet toe ben om dat op een eerlijke manier te beschouwen. Dus dat is één. Twee, ik denk dat het heel veel tijd kost. En heel veel geadopteerden haken af, omdat ze willen het zeg maar in stand, hè? Dus in het hier en nu. Nu is het 24/7. Maar het punt dat we bereikt hebben om het juiste commissie te hebben, heeft 30 jaar voorwerk gehad. Dus het gaat allemaal niet zo snel. En daarbij komt ook nog eens, en dat is echt heel belangrijk, dus dat je een lange adem moet hebben, maar ook een rechte rug. Met andere woorden, ja. Soms moet je kunnen laveren tussen moeilijke, complexe vraagstukken, maar je moet wel weten waar je naartoe wilt met het verhaal. Wat mij altijd verweten is dat ik soms te diplomatiek was. Maar zonder diplomatie kom je er niet. Ja. Ja, het is dus echt een. Kijk, decolonisatie heb je natuurlijk vele vormen voor. Je hebt vele vormen van strijd. Je hebt natuurlijk de activisten. Je hebt natuurlijk inderdaad de mensen die inderdaad echt. Weet je, de deuren, zodra je op kieën staat, dat die echt keihard open doen. Maar diplomatie is ook een manier, het is ook een vorm. Ik denk dat we zo overgaan naar de vragen. Ik denk dat we met z'n allen inderdaad ook. Heel veel vragen hebben, ook manieren om natuurlijk ook mee te doen met het gesprek. Je kan jezelf, ik denk dat het meest handig is, Max, dan kijk ik even naar jou, als iedereen een raise hand doet. Ik ga in ieder geval de functie aanzetten dat mensen kunnen unmuten. Ja, dan ga ik heel even kijken naar of wij, of er nog ik weet in ieder geval dat Merel eerder ik heb wel wat dingen binnengekregen. Ik weet dat Merel eerder ook wilde reageren. Ik weet niet of dat nog is op een deel van het gesprek. Hi. Ten eerste iedereen. Hi. Ik zou mezelf even voorstellen. Ik ben dus Merel. En ik heb zelf de reden dat ik sowieso aan deze sessie meedoen is omdat ik super geïnteresseerd ben in het onderwerp en omdat ik zelf de Master International Development doe. Dus het is super relevant voor dit onderwerp.
En zeker natuurlijk na ook het lezen van het rapport van commissie Joustra en zelf een Chinees geadopteerde ben en daar heel veel vraagtekens bij had. Had ik een vraag, of tenminste, ik wilde aanhaken op zeg maar een beetje de discussie tussen dat, volgens mij, sorry, ik wist even niet hoe ik je naam moet uitspreken, excuses daarvoor. In de discussie van Hilbrand, want volgens mij had jij het over de casuïstiek, heel erg gericht op het land zelf, en Hilbrand meer over het brede in de geopolitieke reden. En daartussen wilde ik springen omdat ik zag dat bijvoorbeeld bij de Chinese casuïstiek is het heel erg nodig om het juist naar een internationaal level te tillen. Omdat China zou zelf nooit dit gaan behandelen. Omdat in de Chinese casuïstiek is het de overheid die hierin heeft gehandeld. En niet per se, losse actoren of kinderhandelaren. Nee, het was ook... een onderdeel van zeker de politieke beleid. Dus ik zou zeker pleiten voor internationale consensus die moet plaatsvinden als het gaat om mensenrechten, kinderrechten. Sorry als ik onduidelijk was. Dank je. Maar Hilbrand, wil je hierop reageren? Ja, ik weet niet of meer reacties van mij verwacht. Volgens mij was er gewoon toevoeging van middel. Ja, het was meer een toevoeging van dat het soort van zowel bottom-up zowel kleinschalig als grootschalig moet plaatsvinden. Ik snap als in de zin van dat misschien voor de wat ik heel erg miste in überhaupt het hele adoptie en internationale adoptie debat was natuurlijk heel erg het bewustzijn dat iedere casus super belangrijk is om daar juist de context van te begrijpen. Want ieder land waar kinderen vandaan komen of waar geadopteerden vandaan komen, heeft een ander verhaal, heeft een andere dynamiek, waren andere actoren die daar speelden. En dat is natuurlijk de diversiteit die ontstaat. Maar er is ook inderdaad een soort van algemeen, soort van internationaal mensenrecht geschonden. En dat is ook belangrijk om dat natuurlijk aan te vliegen. Dus van twee kanten. Nou, hartstikke mooi, Merel. Dankjewel voor je toevoeging. Een heel belangrijke toevoeging. Vooral voor de generatie van geadopteerde Chinezen in Nederland en daarbuiten. Maar ik wil tegelijk een tip geven als het mag. Nu staat Merel stil of sta je stil? Voor mij te horen. Merel staat stil, maar jij niet. Okay. En we nemen het op, dus dan kan Merel nog wel terugzien. Dat is Merel weer. Merel, hoor je mij? Ik ben er weer. Zou je de vraag nog een keer willen herhalen? Ik zei, ik vond een belangrijke toevoeging wat je deed. En zeker ook voor de geadopteerde Chinezen in Nederland en daarbuiten. Maar ik zou graag je een tip mee willen geven, als het mag. Zeker. Alle tips zijn welkom. Wat ik geadopteerde Chinezen zie doen, niet alleen in Nederland, Europa, Australië en Amerika... is dat ze denken dat ze zeg maar, in een nieuwe situatie zitten. Dus ik zie ze dezelfde start maken als geadopteerde Koreanen in de jaren 80. Maar ik zie dat heel veel geadopteerde Chinezen geen gebruik maken van de studies van geadopteerde Koreanen in de jaren 80, 90 en 2000. Dus misschien is dat een tip voor je om daarin te duiken. Oh, maar ik denk als ik heel eventjes voor Chinees geadopteerde mag spreken, ik kan dat waarschijnlijk niet doen, maar eventjes omdat ik zelf in, ik ben de 27... en sowieso de geschiedenis is natuurlijk key in het verhaal van geadopteerden. Dus ik ben een van de ouderen, in de groep Chinees geadopteerden. En ik ben nu pas volwassen genoeg, of ik heb nu pas een bewustzijn gecreëerd waarin ik inderdaad kritische vragen stel. Ja. Vandaar dat ik ook in deze sessie zit en vandaar dat ik ook zelf onderzoek wil doen. En zeker inderdaad als we het hebben over politiek en over niet mijn emoties laten... Tenminste, mezelf niet door mijn emoties laten leiden, vind ik het belangrijk om onderzoek te doen. Ik denk juist dat ik wil leren van jullie en van wat er gebeurd is. En ik heb juist wel het idee dat ik neem alle verhalen mee en ik neem ook zeker, zeg maar, ik wil niet nog een keertje inderdaad soort van same story, different story, het kopiëren.
Maar bijvoorbeeld ook, want ik denk dat het landelijk expertise team kwam net naar voren. En ik heb morgen een gesprek met de projectleiders daarvan. Dus ik ben super benieuwd. Ja, nee, mooi. Ik denk ook dat het heel mooi is. Ik snap ook je punt. En ik denk ook dat het met de generatie, wat je ook nu aanstipt, ook te maken heeft in welke levensfase je zit. Absoluut, absoluut. Want ik kan me ook herinneren dat ik in eerste instantie ook best wel neutraal was in die zin. Ik heb alle beetje verhalen ook wel gehoord, maar ik was in die zin wat neutraler. Maar het adds up, dus het wordt steeds meer. De verhalen die dus neigden naar illegale praktijken, die werden in één keer zoveel dat ik dacht van ja, maar dit is gewoon nu iets voor mezelf wat ik moet gaan onderzoeken. En dat ben ik toen ook gaan doen. Dus dat is een beetje dezelfde fase die we allemaal, denk ik, doormaken. Dat je kritisch gaat worden naar je opvoeding, naar hoe je in het leven staat, hoe je kijkt naar adoptie. En ik ben het helemaal niet helemaal mee eens van, ja, de verhalen van het verleden, dat zijn natuurlijk... Die moeten we gaan blijven uitspitten. Blijven zoeken en onderzoeken. Enkel met elkaar denk ik dat je kennisdeling en kennisoverdracht natuurlijk ons heel erg gaat helpen. Dus goede... Ja, absoluut. Ja, dank daarvoor. Ik zie dat iemand hier nog iets schrijft. En er wil nog iemand iets zeggen. Als je wil zeggen, unmute jezelf gewoon. Hè? En want ik zie niet alles. Yes, ik had ook nog eerder ook een andere vraag gekregen via de chat. Anders drop ik die ook nog. En inderdaad, daarna kan je ook een beurt krijgen als je iets wil vragen. Dat was vanuit Vivian. Jullie hebben het eerst in blokje 1 ook over christendom gehad. En ook vooral de infrastructuur van het christendom die heeft geholpen. Maar dit was een vraag over de ideologie. Hoe heeft het christendom als ideologie bijgedragen aan het adoptie-idee? Om daarop te reageren. En ik weet, jou, je hebt daar ook ideeën over. Misschien wil je Hilbrand ook daarna aanvullen. Ik wil Hilbrand... Of je wil alleen vragen stellen, dat weet ik niet. Hilbrand ga eerst. Ik denk dat Hilbrand hier en daar vul ik aan. Allereerst even een geografische realiteit. De meeste geadopteerde kinderen na de Tweede Wereldoorlog zijn geadopteerd door protestantse gezinnen. Dat geldt voor alle werelddelen. Dus als je kijkt naar de kaart van Amerika, geldt dat voor de protestantse gebiedsdelen in de Verenigde Staten. In Europa geldt dat voor de gebiedsdelen in Europa. Australië is hetzelfde fenomeen. Dus daarbij is aangetoond dat de trekkracht van de protestantse leven- en werkomgeving zeg maar, uiteindelijk geleid heeft tot zeg maar, groot aantal adopties naar dit soort gezinnen. Nou, wat is onder andere de ondergrond daarvan? Dat heeft te maken met het onder Caritas het zorgdragen voor. Nou, zo is het vermarkt. Hè? In Nederland is het ontstaan door het eeuwige mantra wat we al langzamerhand tientallen jaren voorbij zien komen. Jan de Hartog was begin jaren 70, eind jaren 60 op Nederlands TV. Hij was zelf een kweker, dus een protestantse splintergroep in de Verenigde Staten. Die vond dat we arme en zeg maar, behoeftige kinderen dienden te helpen. Wat hierbij vergat te vertellen, dat zij geadopteerde dochter Korea zelf helemaal niet goed aan in het begin in de Verenigde Staten. En daarbij ook kwam, dat zij ook helemaal geen idee hadden dat die kinderen wellicht misschien een eigen ziel zouden hebben. Dus het protestantisme heeft ook geleid tot zeg maar, toe-eigening van het lichaamskenmerk van een kind als lichaam. En dat heeft onder andere zeg maar, postgevat al vroeg in de Bijbelse geschiedenis. Of dat kinderen zeg maar, een ziel van God kregen. En dat ze daarmee ervaard werden als een kind van God. En dat is de reden waarom bijvoorbeeld bij strenge gelovige gemeenschappen in Nederland en daarbuiten. Geadopteerde kinderen ook niet gedoopt mochten worden jarenlang. Omdat ze in die zin zeg maar, niet alleen als buitenstaand werden gezien. Maar ook niet als zielsvattend voor de christelijke gemeenschap. En toch werden ze geadopteerd. Nou, waarom? Omdat eigenlijk het wezenlijke onderwerp van adoptie binnen christelijke gezinnen. Gewoon kinderloosheid was. Ja, ik denk ook wel dat vanuit mezelf dan, er stond in mijn adoptiepapieren dat ik geadopteerd werd met het idee dat ik dan zou opgroeien tot een, met morele christelijke principes, 1. En dat ik dan uiteindelijk dan zou opgroeien tot een nuttig persoon in een samenleving. Ja, dus het gaat om nutsgebruik, snap je? Ja, en dus met andere woorden, als ik zou zijn gebleven, dan bij inderdaad de inheemse gemeenschap met de inheemse culturen, dan was ik waarschijnlijk niet nuttig geweest. En dit is natuurlijk een voorbeeld van hoe de christelijke waardes en de morele principes die daar onderhevig zijn, die ertoe hebben geleid dat dit een soort vorm is van oké, maar dan moeten wij die kinderen echt wel onttrekken uit die omgeving, want anders gaat het niet goed met ze. Nou, en vooral in Latijns-Amerika zie je vooral Chili dan minder protestant, maar meer katholiek. Dus echt de katholieke kerk heeft daar heel veel
betekenis gehad in de samenleving. Hoe wij kijken, hoe wij een gezin zien. Een gezin, een vader, moeder, twee kinderen. En dat zorgt natuurlijk voor dat natuurlijk jonge vrouwen die moeder zijn geworden, nooit het moederschap is gegund. Het is hun niet gegund. Het kan enkel bestaan binnen de christelijke morele visie als je hebt een man, je bent getrouwd, ook een belangrijke voorwaarde, en enkel dan ben jij in staat om moeder te zijn. Dat is natuurlijk een pijnlijke constatering, want ik denk dat heel veel vrouwen die te maken hebben gehad met adoptie, daar niet aan voldeden. Nou ja, het ligt in zekere zin iets ingewikkelder. Want kijk, het feit dat zeg maar inheemse of uitheemse kinderen zeg maar, geadopteerd dienen te worden, had weinig van doen met de christelijke ideologie in directe zin. Dat is pas later gekomen. Want die kinderen werden vaak geplaatst zeg maar, in kolonies. Hè? Dus als we kijken naar bijvoorbeeld de origins ontwikkeling in de Verenigde Staten, Australië en andere gebiedsdelen die gekoloniseerd werden door het Westen, die werden niet geadopteerd. Hè? Die werden samengebracht als een kolonie, snap je? Dus daar ging het wel op de christelijke ideologie, maar had het nog geen kenmerk van eigenaarskolonie. Een eigenaarskolonie heeft een karakterkenmerk, dat het gaat over een persoonlijke bezitsvorm. En dan komt het verhaal over wat jij net vertelde, over de christelijke ideologie als gezinsvorm. En dat moest beargumenteerd worden. En die beargumentatie was dat de kinderen anders zeg maar, voor de hel zouden opgroeien. Dus die kon je maar beter zeg maar, kerstenen, dus tot christen maken. Maar de onderliggende stramming is kinderloosheid. Is dat een duidelijke input voor de vraag die Vivian stelde, volgens mij? Ik zie je nu niet 1, 2, 3, dus ik kan niet zo... Heeft het beeld uitstaan? Misschien wilt ze dat? Oh nee, ze komt wel in beeld, ja? Ja. Oh ja, oké. Okay. Hey. Hi Vivian. Hi. Ik was ook mijn nagels aan het lakken, dus daar wilde ik niet van maken. Why am I not surprised? Heel belangrijk ook dat dat gebeurt. Colombiana. Hey, ik denk dat het belangrijk is inderdaad om... want het is misschien een beetje lastig. Ik moet mezelf even een beetje diplomatiek uitdrukken misschien hier. Nee, doe dat het gewoon. ik doe mijn best. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we ons bewust zijn van die onderliggende dynamieken. Maar wat ik lastig vind in het huidige decolonisatie-discours, dat het toch te vaak wordt uitgedrukt in termen van dader en slachtoffer. En ik denk, dat jij zojuist de vraag stelde, wat kunnen we zelf doen? En Hilbrand zei ook terecht, nou, we kunnen onszelf ook in de spiegel aankijken. Daar vind ik ook nog wel een taak. Natuurlijk komt daar emotie bij kijken en bepaalde frustratie en woede. Over ja, horen dat je is aangedaan. Ja. Maar ik zou er wel voor willen waken om in die dader-slachtoffer constellatie te komen. Daar kom je gewoon niet uit. En daar maak je jezelf ook. Daarmee ondermijn je jezelf ook. En dat vind ik wel een belangrijke om nog even aan te vullen. Want ik bedoel, ik denk dat het inderdaad onderliggende onzichtbare dynamieken zijn. Maar ik denk dat veel christelijke mensen ook echt oprecht geloven dat ze hier goed mee doen. Ja, dat is iets waar we wel heel erg bewust van moeten zijn. Dus als je in die dader-slachtoffer-constellatie komt, dan ga je voorbij aan het feit dat mensen oprecht denken dat ze goed doen. Dus op het moment dat ik mijn christelijke ouders hierop aanspreek, dan kom ik gewoon eigenlijk niet verder dan, ja, maar wij dachten dat dit het goede was. En dan is eigenlijk het gesprek klaar. Dus op het moment dat ik dan doorga op, ja maar, en dan wijs op onderliggende dynamieken, dan schiet dat een beetje tekort. Dus dat is een beetje de aanvulling die ik heb. Ja, een terecht punt hè, Vivian. Dus ik ben voor grote lijnen met je eens. Maar zoals je weet zijn er ook zeg maar randtoerisme. Hè? Dus witte meisjes die naar Afrika gaan. En die denken ook heilig dat ze iets goed doen. Moeten we dat buiten discussie houden dan? Is dan een tegenvraag. Ja. Ja, nou ja, de volunteerisme. Maar volgens mij is volunteerisme al een beetje op zijn retour. Ja, maar gaat het niet om. Het gaat erom of we dat onderwerp van goed doen niet op inhoud zouden mogen bediscussiëren. Daar gaat het maar om. Oh, zeker. Dat ben ik met je eens. Ja. Ja, maar zonder het in termen van... ik denk dat je eigenlijk een dader vermomt als slachtoffer
adoptieachtig. Want dan ga je denk ik de mist in. Ja, voorbij aan alle nuance die daar wel belangrijk in is. Om, ja, maar jij weet even goed als ik, hè? Je komt pas in de nuance als je alle polarisaties hebt gehad, hè? Je kunt niet omheen het proces van eerst alle kanten gezien te hebben en dan begrijpen dat ergens de waarheid in het midden ligt, hè? Ja. Vandaar dat ik ook zei, laat ik mezelf diplomatiek uitdrukken. Ja. Nou, hartstikke goed, hè? Want anders waren we hier niet op gekomen. Right. Ik zag trouwens dat Merel ook een hand opstak. En nog in een praktische mededeling dat we nog ongeveer 10 minuten hebben. Dus vooral mensen die ook nog niet een vraag hebben gesteld, grijp je kans. Ja, ik wil sowieso zeggen, dankjewel Vivianne, sorry, voor je verhaal. Dat vond ik echt super mooi, want inderdaad, ik denk dat er veel meer ruimte moet komen voor nuance. Er is niet per se een dader en een slachtoffer. Ik had nog een vraag over, of voor Hilbrand, want het ging erom over die reflectie voor geadopteerden zelf. En nou ja, misschien omdat ik nog wat jonger ben. Misschien nog niet zo goed weet hoe ik mezelf per se goed in de spiegel aankijk. In de zin van, wat bedoelde je daarmee? Wat bedoelde ik daarmee? Met reflectief zijn naar jezelf. Dat je in staat wil zijn om het geheel van je ervaringen, zeg maar, echt ook te onderkennen. Dus daar niks bij uitlaten of daar een keuze en selectie in maakt, of je geadopteerde maken een soort preselectie. En daar wil ik wel naar kijken en daar wil ik niet naar kijken. Dus bijvoorbeeld een van de mogelijkheden, als jij niet in die dader-slachtoffer dynamiek wil komen, is dat je de middenkant kiest. Hè, de middenmotor. En dat betekent in zekere zin, in psychologische zin, dat de kans bestaat dat je die positie van bemiddelaar gaat kiezen. Want je wilt niemand tegen de schenen schoppen. Maar als het gaat om je persoonlijke ontwikkeling, en als je kijkt naar de positie van het kind, ontkom je soms niet aan zeg maar, de emoties van boosheid, teleurstelling, wanhoop en verwarring. En dat moet je recht in de ogen durven te kijken. En niet daarin van jezelf zeg maar, proberen te bemiddelen door vermijdingsgedrag te vertonen. Dus wat mij betreft gaat reflectie over het werkelijk aanzien van wat er in je omgaat. Ja? Ik zie hier ook een mooie aanvulling van Asha, als ik het goed zeg. En ik vind hem goed om dit ook mee te nemen, dus ik ga hem voorlezen. Goede bedoelingen van adoptieouders heeft ook vooral te maken met hun eigen onverwerkte trauma's. En in hoeverre zij hiervoor willen opstaan en daardoor zich willen groeien naar een hoger of andere bewustzijnsniveau. Ik kan me dat herinneren, Hilbrand. Er was ooit een artikel en die gaf aan dat als je het profiel van een adoptieouder neemt, dat het ook dat daar inderdaad een trauma aan onderhevig ligt. Ja. Ik weet niet of het zo is, maar dat zij inderdaad ook willen zorgen. Dus er zit een leegte bij hunzelf. En dat willen zorgen voor iets wat natuurlijk dan ook vanuit de buitenwereld naar hun bepaalde goede gevoelens brengt. Dus die positiviteit heb je natuurlijk je leven lang, want je hebt je leven lang een kind geadopteerd. Dus ik vind hem, hoe kan je daar een terugkoppeling geven, Asja? Oh, ben je er nog? Heb je meegekregen, Abra? Oh, ga maar. Ik dacht dat jij kun je dat terugkoppeling geven, Asja. Dus ik dacht dat je wacht op Asja. Hoi, Hilbrand. Goedenavond. Hoi, Asja. Hoi. Asja heeft natuurlijk een punt te pakken, want we weten eigenlijk uit sociologisch onderzoek, maar ook zeg maar gewoon uit de praktijk, dat heel veel adoptieouders het onderwerp van verlies en afstand liever beschouwen vanuit het perspectief van geadopteerden dan vanuit henzelf, omdat het anders inderdaad een pijnpunt van henzelf raakt. Dan laten we helder zijn. De cijfers zijn er klaar en helder over. Hè? Zeg maar ongeveer van alle adoptieouders die adopteren, daar is 80-85% en in sommige jaren zelfs 9% zijn kinderloos. Dus je kunt er niet omheen dat die adoptieouders kinderen adopteren vanwege hun eigen kinderloze status. Er is maar een relatief kleine groep die uit ideologische of andere overwegingen kinderen adopteren. Dus je zou kunnen spreken in zekere zin dat er altijd sprake is van een vorm van trauma of onverwerkte stress. Omdat het gaat of over zeg maar, kinderen die nooit geboren zijn, dus die ongewenste kinderloosheid. Maar in veel gevallen gaat het ook over kinderen die verloren zijn voordat kinderen werden geadopteerd. Het is niet zeg maar, ongewoon dat kinderen geadopteerd zijn op basis van overleden kinderen of zeg maar, heftige miskramen. En die kinderen komen op die plek van de overleden kinderen en die miskramen. In de ergste gevallen zelfs, ik ken geadopteerden die letterlijk vernoemd zijn naar de kinderen die zijn overleden.
Dus ja, dan is er wel degelijk sprake van zeg maar dubbel trauma aan beide kanten. Misschien is er wel trippeltrauma, omdat er altijd sprake is ook van trauma en stress bij de moeder. En ook de vader, die we vaak vergeten, die het kind is kwijtgeraakt door adoptie. Dus dan spreken we in het trauma, de meid spreekt van opgestapeld trauma. En zeg maar verlaat verdriet of uitgesteld trauma en verwerking. Hè? Ja, Asje, ga maar, want je wilde wat zeggen. Nee, ik wil even reageren, heel belangrijk. Want, of wat jij zei van zorgen voor, hè. Kijk, dan kun je ook een hondje nemen, bij wijze van spreken. Dat is misschien even kort door de bocht gezegd. Daar kun je ook voor zorgen. Dus er moet wel even iets meer zijn, waarvoor je dan helemaal een kindje vanuit een andere kant van de wereld wil gaan hebben. Dat bedoel ik er ook mee te zeggen. Ja, omdat zeg maar, laat ik helder zijn, als je het gaat over instinctieve onderdelen, dan is het natuurlijk zeg maar, het kind krijgen hoort daaronder. En op het moment dat je midden in je instinctieve beweging zit, wil je niks anders dan het instinct beantwoord krijgt. Ja, precies. Want kinderloos zijn, hè, dat is heel heftig voor iemand. Voor, ja, hè, ja. Dat je, absoluut, is heel heftig. Daar is een hele markt voor opgesteld. Ja. Ja. En ik denk ook dat de partner ook niet bewust is op het moment dat houdt je constant bezig met alles. Ja. En daar is heel goed op ingespeeld. Ja. Dat ben ik met je eens, ja. Maar wat ik met mijn stukje ook bedoelde, is ik bevind me nu wel in een heel ander, mee in het alternatieve circuit met heel veel witte mensen. En wat ik dan nu tegenkom is, al die ontwikkelingen en wat er gaande is in de samenleving, is dat ik precies de dingen hoor die je ook terug hoort bij de geadopteerden. De beslissingen die overheid wil maken. We hebben geen vertrouwen meer daarin. We worden in de steek gelaten. En dan denk ik, ja, er is wel heel veel gaande wat voor adoptie kenmerkend is, waar wij het over hebben. Het onthechting, het niet meer vertrouwen. Een opmerking die ik hoorde was van hetzelfde als je ouders zijn je ouders niet meer. En toen dacht Dan dacht ik, oh, dit is dus heel breed aan het spelen. Hoe zie jij dat, Hilbrand? Wat zie ik? Wat? Lastig, ik probeer heel goed te luisteren, maar ik begrijp de context niet helemaal. Nee, als je kijkt naar wat er wat er nu gaande is, hè, met de COVID, dat soort dingen, de beslissingen die genomen worden door de overheid, en waar ik mij nu bevind, heb ik al een paar keer meegemaakt dat mensen dat diepe vertrouwen in de overheid aan het kwijtraken. Dus als een afspiegeling, als hey, dat zijn net is als jouw ouders, die niet meer jouw ouders zijn. Dus ik raak los van het vertrouwen die ik heb. En wie ben ik nog? En waar hoor ik nog? Een hele identiteitscrisis. Maar dat is de gemeenschap waar ik mee zit. Dus die opmerkingen die heb ik al vaker gehoord, die terugkomen nu van de witte mensen. Herken jij dat? Nee, ik snap nog steeds niet helemaal de vraag. Ik nee. denk dat ik wel een Dan beetje hem probeer. Van. Nee, ik denk wel dat ik weet wat je een beetje probeert te vertellen. Als ik het niet invul voor je. Maar meer van. Dat heb ik wel vaker ook gehoord. En je legde de link met corona. En ik wil niet voor iedereen spreken hoor, dat is verre van mijn niet. Taak. Maar dat veel geadopteerden toch wel ook een bepaald soort wantrouwen hebben naar systemen toe. En een systeem nu dan, je noemt nu COVID, maar het systeem school, het systeem, de autoriteit, ik noem maar wat gezondheidszorg. En dat wantrouwen is natuurlijk ook misschien hè, ontstaan, misschien heel wat kan er iets misschien meer over vertellen, maar dat je door een systeem, en of je nou legaal, illegaal hier bent gebracht, maar het creëert een bepaalde wantrouwen naar systemen. Ik heb meerdere geadopteerden gehoord die zich niet laten vaccineren. En die dus echt zoiets hebben van, nou, ik moet eerst even wachten voordat ze, nou ja, weet je, dat principe. Precies, je zegt het goed, het systeem, dat instinctief aanvoelt van, hey, hier klopt iets niet, daar gaat het mij om. En dat het nu wat breder wordt getrokken. Ja, dat bedoel ik, dus dat heb je goed verwoord.
Oké, mooi. Nou, dat vind ik een mooie aanvulling dat ik dat dit nu ook, hoe ik het zelf heb gedaan. Ik zie een laatste vraag. We moeten ook langzaam gaan afronden. Sabina had een vraag. Hoe zit het met adoptiekinderen die het vanuit ideologie adopteren? En zelf wel kinderen hebben? Dus je hebt dan even, als ik het goed begrijp, adoptiekinderen die dus die ideologie hebben en die dan ook zelf... Nou, ik zeg kinderen... het verkeerd. Oké. Sorry, ik heb het verkeerd. Enlighten me. ik bedoel adoptieouders. Sorry, ik zit in het donker. Niet okay, adoptiekinderen. Nee, dus ik heb zelf ouders die twee kinderen geadopteerd. Of die twee kinderen hadden van zichzelf. En hebben zelf daarna nog een kind geadopteerd. Eind jaren 70. En dat voelt eigenlijk een beetje voor als... omdat het op dat moment waar ik vandaan kwam ook wel een beetje een soort trend werd... om een kind te adopteren, om de buitenwereld te laten zien. Kijk, wij doen hele goede dingen. En omdat ik, niet helemaal was zoals zij hadden gehoopt dat ik was. Dus je bent nu hier, dus je past je aan en je doet zoals wij doen. Komt er ook heel veel schaamte en schuld bij kijken. Dus ik vraag me dan af, is dat dan vanuit ideologie? Of is het ook vanuit trends? Maar kan dat ook zijn vanuit eigen trauma's? Want, als ik naar hun kijk, dan zie ik bijvoorbeeld heel veel emotionele verwaarlozing. Het zijn babyboomers. Ik vroeg me af of Hilbrand daar ook wat meer over zou kunnen vertellen. Laat ik even een disclaimer ingooien. Kijk, wat ik nu vertel gaat over de grote lijnen en over grote bewegingen in de samenleving. Dus ik heb het nooit over individuele uitzonderingen of situaties. Laat ik dat helder in zijn, oké? Nee, dat snap ik hoor. Dat snap ik. Heel goed. Maar wat we weten van samengestelde gezinnen met een ideologisch karakter, zoals dat mooi heet, in het kader van interlandelijke adoptieontwikkeling, is dat we vaak zien dat er twee interessante dynamieken zijn waar te nemen. Eén is dat een school zegt, dus een stroom, zegt, eigenlijk zijn kinderen daar eigenlijk minder goed terecht. Omdat de adoptieouders zijn niet echt in staat om die ouderpositie in te nemen. Nou, dit is mijn vertaling van Hochsberger, om het maar even zo te zeggen. Hè. Hochsberger staat verliever bij de adoptieouders die kinderloos zijn, want die gaan echt voor dat kind. Hè. Nou, ik heb daar mijn bedenkingen mee om heerlijk te zijn. En de tweede is, en dat is wel mooi dat je het zelf aankijkt, dat we als we dieper induiken op die ideologische stroom, is dat vaak zeg maar dat een trend gevoeligheid laat tonen. Dus we hebben in de jaren 70 heel erg gehad de ideologische gezinsvorming die bestaan uit gemengde gezinnen met een adoptiekind, is dat dat vaak een ideologie had van regenbooggezinnen. Hè? Dus de kinderen moesten aangevuld worden met een kleurtje. Dat was hartstikke hip en trendy. En tegenwoordig heeft het veel meer te maken met zeg maar, de ideologie van, zelf kinderen krijgen, dat is één ding, maar misschien kunnen we ook nog een kind helpen die ouders nodig hebben. Maar om alle twee redenen gaat het niet echt om de zielskant van het kind. Dus het probleem natuurlijk is dat het kind vaak in een systeem komt waar eigenlijk wel een plek is voor een ideologisch kind, maar niet voor het reële kind. En daar gaat het vaak fout. Nou ja, mooi gezegd. Helemaal begrepen. Maar ik kom het ook uit zo'n gezin. Dus ik ben ook wel, ik vond het een goede vraag inderdaad, vanuit ideologie. Ik denk dat wij een hele mooie sessie hebben gehad. De tijd vliegt, de tijd gaat voorbij. We kunnen hier zo nog informeel afsluiten. Of in ieder geval informeel nog even met elkaar praten. Maar dan sluiten we wel de recording. Wat ook goed is om te weten is dat wij dit gratis altijd aanbieden. Maar we staan altijd wel heel erg open voor donaties. Dus in de chat vind je een tikkie. En een tikkie is ervoor zodat wij de volgende spreken ook en de volgende lezingen ook kunnen doen. Dus je draagt nou eigenlijk feitelijk bij aan het werk van Arles. Dus ik zou het heel prettig vinden, ook als je hier inderdaad een positief gevoel aan over hebt gehad, dat we dit vaker kunnen doen. Geef dan een kleine donatie via de tikkie en dan kunnen we in ieder geval dit werk voortzetten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid.